En dat is ook een groot goed. En dat is daarmee ook een enorm dilemma. En ik ben er op zichzelf ook voor dat mensen de grootst mogelijke onzin... of dingen waar ik het misschien van harte mee oneens ben... moeten kunnen debiteren. En bedreigingen. Maar op het moment dat dat raakt, inderdaad... aan teksten die niet anders dan als bedreigend verstaan kunnen worden naar anderen. Ja. Dingen die... Ik heb het gisteren nog weer meegemaakt. Ook waar gewoon vrolijk iemand, in dit geval weer van Forum... die zegt, de vrije pers in Nederland bestaat eigenlijk niet. Of dat dan ook weer tot een filmpje leidt en geknipt wordt... en dat ook weer richting journalisten gebruikt wordt, weet ik niet. Maar dat type taal, die gewoon de bijl is aan de wortel van de vrije pers... Ja. De democratie, ja. De rechtsstaat, dat heb je wel zeer, zeer serieus te nemen. Maar goed, dus... de vraag is wat je eraan doet. Kijk, als een Kamerlid een ander Kamerlid aanspreekt en zegt... er komen tribunalen, ja. Als een Kamerlid van Forum voor Democratie... die dat zei tegen Sjoerd Sjoerdsma van D66, die voelde zich daardoor bedreigd... Ja. Zou u vinden dat bedreigingen in de zaal van de Tweede Kamer... ook gewoon strafbaar moeten worden gesteld? Nou, ik vind dat je over dat soort opties wel echt moet nadenken. He, dus het is echt een groot goed dat er één plek is... of eigenlijk meerdere plekken, maar één plek in Den Haag is... waar politici alles moeten kunnen zeggen... Ja. Zonder zich daarin geremd te voelen... Ja. In het vertegenwoordigen van hun kiezers. Ja. Maar daar zitten grenzen aan, vind ik... Zeker als je realiseert wat de gevolgen zijn voor anderen. He, dus, maar goed, dus... u gaat de boer op met dit verhaal, ook voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dan hebt u er dus over nagedacht. Zeker. Vindt u dat er serieus moet worden gekeken om bedreigingen in de grote zaal van de Tweede Kamer... net zo strafbaar te stellen als buiten die zaal? Ik vind dat je in ieder geval moet kijken hoe je er aan de ene kant voor zorgt... dat je die vrijheid van meningsuiting heel ver laat gaan in een gemeenteraad. Ja. Maar ook in de Tweede Kamer. Maar bedreigingen? Maar zaken die echt gaan over bedreigingen. Ja, ik vind dat je daarover na moet denken. Je moet kijken wat voor instrumenten... je daar hebt, dat vind ik overigens iets totaal anders dan... want daar heeft u het ook over... hoe zorg je nou dat iedereen wel allerlei standpunten... die u of ik misschien inhoudelijk abject vinden... Ja. Dat je die gewoon wel kunt blijven maar maken. Daarom maak ik